De scheerkopjes zijn in verschillende lengtes te bestellen. Dus afhankelijk van hoe je grote scheerapparaat scheert, kun je daar een bijpassend kopje bij kopen. Maar je kan ook een heel fijn kopje kopen, bijvoorbeeld de anderhalf. Als je het gezichtje even net iets korter wil scheren of je wil de manenkam echt heel mooi kort scheren. Achter op de mesje staat geschreven op welke lengte het kopje scheert. Sommige mesjes hebben de letter F erbij en dat betekent dat die extra fijn is. Dus dan staan de tandjes iets dichter bij elkaar, zodat je minder strepen krijgt met het scheren. Op de achterkant van de kopjes zijn schroefjes bevestigd. Het wil wel eens voorkomen als je je paard scheert dat je kopje in één keer vastslaat in de vacht. Dat wil niet zeggen dat je mesje bot is. Het kan ook zijn dat er gewoon wat zand tussen je mesje zit. Als je de schroefjes iets losdraait, kun je het onderbladje tussenuit halen. Kun je je mesje schoonmaken, vervolgens weer vastdraaien en je kan weer verder scheren. Zelf gebruik ik heel vaak dit mesje. Het is nummer 9, hij scheert op 2 mm lengte. Het mooie van deze mesjes is dat het een universeel snap-on systeem is. Dus deze mesjes kun je ook bijvoorbeeld gebruiken als je een Ascolab tondeuze hebt. En er zijn meer merken tondeuzen waar deze mesjes op passen. Voor de grote scheermachines van de Heiniger hebben we ook verschillende mesjes. Het nummer op de mesjes geeft aan hoeveel tandjes een mesje heeft. Dit is bijvoorbeeld de 2321. Deze heeft minder tandjes dan bijvoorbeeld de 2331. En hoe meer tandjes, hoe fijner je scheerresultaat. Dit is het mesje wat ik zelf het meest gebruik, de 3123. Door middel van een schroef op de scheermachine kun je het mesje bevestigen. Wat wel belangrijk is dat deze mesjes niet uitwisselbaar zijn. Ze lijken heel veel op mesjes van andere scheerapparaten, maar de bolling van het mesje is speciaal op de Heiniger scheermachine afgesteld. Je hebt daar ook de variant van met de F, wat dus betekent dat hij extra fijn scheert. Deze mesjes scheren ongeveer op 2 mm, dit mesje scheert ongeveer op 3 mm.